We beginnen deze aflevering met een experiment. Vandaag gaan we een poging doen om hen te laten hallucineren. We gaan hallucinaties opwekken. Met deze drie proefpersonen. En nee, niet met drugs, geen LSD. Dat vonden we te ver gaan. Het enige dat we nodig hebben is een koptelefoon met ruis. Waardoor zij zometeen niks meer meekrijgen van de buitenwereld. En een vreemd uitziend masker met twee halve pingpongballen op de plek van je ogen. Waardoor zij geen patronen of details meer zien. En de proefpersonen? Redacteuren Anne, Larissa en Tuur van de Universiteit van Nederland. Vinden jullie het spannend? Een beetje. De vrouw die ze gaat laten hallucineren is neurowetenschapper Francisca de Beer. Oké, dan gaan we beginnen. Zet de koptelefoon en masker maar op. Als je niets anders hoort dan ruis en niets anders ziet dan vaag diffuus licht, dan verzint je brein zelf beelden en geluiden. Oftewel, je begint te hallucineren. Dit duurt even, dus we laten ze hier een half uurtje zitten. Terwijl Anna en Larissa en Tuur 30 minuten netjes op hun stoel blijven zitten, beantwoorden wij de vraag: ben je gek als je hallucineert? Wij zijn de Universiteit van Nederland. En het antwoord op onze vraag komt van onderzoeker Francisca de Beer. Zij is neurowetenschapper bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zelf hallucineert ze nooit. Bijna nooit. Zelden. Dat vind ik wel eens echt heel erg jammer, want het is zo onwijs interessant. Ik zou het wel eens vaker willen hebben. Om maar gelijk antwoord te geven op onze vraag: als je wel eens hallucineert, maak je geen zorgen. Je bent zeker niet gek. Sterker nog, iedereen doet het. Ik doe het, jij doet het. Alleen we zijn ons daar niet altijd van bewust. Nee, nog nooit meegemaakt. Nee. Oei, nee, ik denk het niet. Niet dat ik denk, eigenlijk, nee. De keren dat jij je telefoon voelt trillen in je broekzak, op het moment dat je een berichtje verwacht, of dat je de sleutel in de deur hoort, omdat je verwacht dat iemand thuis komt, dat zijn allemaal hallucinaties. Ja, dat heb ik wel. Dus ja. Ja, ja dat wel. Dat sowieso wel. Of dat ik iets voel in mijn zak, dan voel ik je, maar is het er eigenlijk zo niet. Dat wel, ja. Een hallucinatie is eigenlijk een waarneming van iets zonder dat er echt is in de werkelijkheid. Je kunt dingen horen, bijvoorbeeld stemmen, geluiden, muziekjes. En dingen zien. Simpele kleuren, vlekken, maar ook mensen, dieren, schimmen. Maar je kunt ook, dat is heel tof, dingen voelen, ruiken en zelfs proeven die er niet zijn. Mensen zeggen bijvoorbeeld wel eens dat ze een hand op hun schouder voelen. Of ik spreek wel eens mensen die zeggen, nou, ik voel hier insecten over mijn hand heen lopen. Of mensen zeggen, ja, ik ruik een beetje een branderige lucht, alsof er hier iets in de fik staat. Terwijl ze dat hebben gecheckt, staat niks in de fik. Hallucinaties heeft alles te maken met waarnemen. De hele dag door ben je van alles aan het waarnemen. Met al je zintuigen. Maar terwijl je denkt dat je in één oogopslag de hele wereld scherp ziet, is dat helemaal niet zo. Je ziet ongeveer maar een duimtop scherp. We kunnen wel een leuk experiment doen. Doe je ogen maar eens dicht. En welke kleur is de vloer? Of de banken? Als je nu thuis bent, dan is het waarschijnlijk nog wel makkelijk. Maar ben je op een onbekende plek, dan begint het wel lastig te worden. En terwijl wanneer je ogen open hebt, denk je alles in één keer te zien. Maar nu je ogen dicht hebt, begin je misschien te twijfelen. Is het nu rood of zwart? Je moet er dus echt duidelijk op focussen, wil je het weten. Veel van wat je ziet, voel je eigenlijk in met wat je denkt te zien. De informatie die we binnenkrijgen is dus heel selectief. En de hersenen spelen daar een cruciale rol bij. De hersenen doen eigenlijk continu voorspellingen over wat er gaat gebeuren en wat jij gaat zien. Die verwachtingen, die kloppen niet altijd met de werkelijkheid. Dus dat gaat wel eens mis. En dan doen die hersenen een voorspelling over iets wat er gaat gebeuren wat niet klopt. En dat resulteert dan vaak in een hallucinatie. Bijvoorbeeld in de verte roept iemand je naam terwijl er helemaal niemand is. In dat geval wint die verwachting van je hersenen het van de daadwerkelijke waarneming. En heb je een hallucinatie. Oké, maar hoe gaat het nu met onze proefpersonen? Winnen de voorspellingen van de hersenen het al van de werkelijkheid? Zijn ze al aan het hallucineren? Merk je al iets? Nee, nog niet. Merk je al iets? Misschien dat je iets hoort. Okay, wat hoor je? Auto's voorbijrijden. Oké, er is hier geen snelweg. De een heeft wel vaker hallucinaties dan de ander.
Bijvoorbeeld mensen die een trauma hebben meegemaakt, die zien vaak een herbeleving van de nare ervaring. Of mensen die minder informatie via hun zintuigen binnenkrijgen. Bijvoorbeeld mensen die doof of blind worden, die horen of zien veel vaker dingen niet zijn. En dan is het leuke, als je die persoon een gehoorapparaat geeft, waardoor het gehoor verbetert, dan verdwijnen die hallucinaties weer. Sommige situaties maken je gevoeliger voor hallucinaties. Bijvoorbeeld als je met 40 graden koorts op bed ligt, of je hebt dagenlang slecht of helemaal niet geslapen. De kans is aardig aanwezig dat je dan een keer dingen begint te voelen of horen of zien die er niet zijn. Maar je kunt bijvoorbeeld ook drugs gebruiken, zoals LSD. En bij LSD komen de stofjes vrij in je hersenen die ervoor zorgen dat je hersenen belangrijker worden in wat je gaat zien. Dus je hersenen winnen het dan van de daadwerkelijke waarneming. Drugs zoals LSD kunnen je brein beïnvloeden, zodat je sneller gaat hallucineren. Tijdens een stereotype trip zie je vaak psychedelische vormen en kleuren en geluid klinkt anders. Een soort Alice in Wonderland met regenbogen, lavalampen. Jouw hersenen maken deze beelden en geluiden dus zelf. Hoe ze dat doen, dat kan Franziska haar fijn uitleggen. Het leuke aan hallucinaties is dat je het heel goed kunt onderzoeken met hersenscans. En als je mensen die veel hallucineren in een hersenscanner legt, dan kun je achteraf na de analyse zien dat ze inderdaad hallucineerden. En wat we dan doen, is we geven ze een knopje mee. We vragen ze, oké, op het moment dat jij een hallucinatie hebt, druk dan op dat knopje. Voordat iemand een hallucinatie heeft, zien we dat een gebiedje, dat heet de parahippocampale gyrus, actief wordt. En dat gebiedje is belangrijk voor je geheugen. En dat komt goed overeen met de hallucinaties, want die zijn niet willekeurig. Die hallucinaties zijn gebaseerd op jouw herinneringen. Maar soms wordt die herinnering te actief. En dan komt die herinnering boven en dat zorgt voor die hallucinatie. En kijken we dan specifiek naar mensen die stemmen horen. Die hebben het idee alsof er iemand tegen ze spreekt, maar er is niemand. Nou, bij hen zien we twee interessante hersengebieden actief worden. Het eerste gebied is het gebied van Wernicke. En het hersengebied Wernicke zit, als je het topje van je oor neemt, een paar centimeter naar achter gaat, net onder je schedelpan aan de oppervlakte van je hersenen. En dat gebiedje is nu bij jullie actief, want die is belangrijk voor het begrijpen van taal. En dat is interessant, want mensen die stemmen horen, verwerken die stemmen dus ook echt alsof er daadwerkelijk iemand tegen ze spreekt. En een gebiedje wat misschien nog wel interessanter is, dat ook aanspringt, heet het hersengebied van Broca. En Broca zit hier ongeveer achter je staart. En het gebied van Broca is belangrijk voor het spreken van taal. Dus hoewel mensen het idee hebben alsof die stemmen van buiten afkomt, zien wij op die hersenscans dat ze die stemmen echt zelf maken. Dus als je stemmen hoort die er niet echt zijn, hoor je eigenlijk een gesprek tussen verschillende hersengebieden in je eigen hoofd. Terwijl het klinkt alsof de stemmen van buiten afkomen. Als je wel eens hallucineert, maak je geen zorgen. Je bent zeker niet gek. Hallucinaties kunnen zeker heel erg leuk zijn. Als je leuke kleurtjes hebt of snoezige diertjes die er her en daar heen en weer hoppelen, dan is dat hartstikke leuk. Maar er is natuurlijk wel een grens. Als je zo vaak hallucineert dat het niet meer duidelijk is wat nou de werkelijkheid is en wat een hallucinatie is. Of wanneer de hallucinaties heel negatief worden. Bijvoorbeeld bij mensen die stemmen horen, kunnen de stemmen heel akelig worden. Zeggen dingen als, je bent waardeloos. Je bent zo stom. Of nog erger wanneer die hallucinaties die stemmen opdrachten gaan geven. Bijvoorbeeld om zichzelf te verwonden of om anderen iets aan te doen. Dan is het wel tijd om aan de bel te trekken. De 30 minuten van ons experiment zijn om. Ja. Tuur, Larissa en Anne mogen de koptelefoons en pingpongbalmaskers afzetten. Hoor je echt oud was? Ja. Zwaar nu. Echt niet zo. Veel meer dan het geluid van niet bestaande auto's die door de sneeuw rijden, zat er bij deze sessie niet in. Maar dat was dus echt. Ja. Dat vind ik echt bizar. Dat is ook heel zwaar. Even. Dit was de Universiteit van Nederland. Zit je te luisteren en denk je, hoe ziet dat experiment eruit? Nou, je kan ons ook bekijken op Spotify en YouTube. Heb je gekeken? We hebben ook een podcast, leuk voor onderweg. En wil je onze pingpongballenmaskers zelf eens proberen? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.